Oké, okay, ik wil graag 15 Happy Meals. En een Happy Meal? Ja, 15 keer. We gaan het nooit verwachten. Deze man kan gewoon... We weten inderdaad bijna niemand. En de liefde. Maar ik geloof helemaal niet dat er niks speelt. Ah, die komt het lachje naar boven, hè? Ah. Ja. Yo! Yo! Maar man, hoe is het? Lekker man, gaat goed. Mathieu Hinsen, welkom. Yes. Catching up. Ja, ik zou je schort allemaal omdoen, want we gaan botsen. Oh, leuk! We gaan vandaag, je mag zelf kiezen naar de Mackie, de KFC of de Subway. Ik denk de Subway, man. Ja? We staan al voor de Mackie. We staan al voor de Mackie. Hoe is het? Goed. Ja, mooi. Lekker. Ik heb bijna vakantie. Ik ben gezond. En hoe oud ben je allemaal? Hoe oud ik allemaal ben? Even, en hoe oud ben je 15 nu? Man roepen. Ik ben 15 man. Ik vind het echt bizar wat jij allemaal hebt. Ik denk niet dat ik iemand in de auto heb gehad 15 jaar. Die al zoveel op zijn 15 heeft gedaan als jij. Dat ja, denk het, is ik echt wel, niet. Het is wel veel. En daar ben ik ook wel echt blessed voor. Ja. Daar ben ik ook wel echt heel dankbaar. Want even voor de mensen die jou niet kennen, waar kunnen we jou van kennen? Ik denk Junior Song Festival. Junior Song Festival is voor een grote doelgroep wel Armenia. Maar voor wat ouderen, ja, ik heb flink wat films heb ik mogen doen. En niet alleen maar kinderfilms, hè? Nee, ook wat jongens. Nee. Misschien wat voor jou. Dat is zeker geen kinderfilm. Dat is zeker geen kinderfilm. Alles. Oké, ik wil graag 15 Happy Meals. En een Happy Meal? Ja, 15 keer. Hey mevrouw! Woe! Top, dankjewel. Dankjewel. Ja! Ik speel het gewoon even met die chickie. Waarom keek ze zo lang uit? Wat? Het was heel hard. Zelfs ik werd er awkward van gast. Wat is dat nou? Je werd zo hard. Het was misschien gewoon die blik van, ik ken je ergens van, maar ik weet niet meer wat het van school is of van en YouTube. Je hebt een random camera op je dashboard geplakt. Oh, dan weet je waarschijnlijk wel, ja. Is dat mijn cola? Hey, had je al een cola besteld? Ja. Ze hebben het gewoon verkeerd gedaan. Ze doen gewoon waar ze zin in hebben. Dit is compleet iets anders. Gast, wat ga je doen? Wat aardig. Hey, maar nu krijgen we wel één gratis Cola Zero. Jeez. Dus, op een gegeven moment, volgens mij heb jij best wel een ander leven dan andere mensen. Je komt uit een kermisfamilie. Ja, mijn hele familie doet aan de kermis, ja. En wat leg uit? Nou, mijn oom heeft een booster, de andere heeft een schietkraam en de ene kan je in de breakdance en zeg maar zo, die hebben gewoon dat allemaal. Je oom heeft een booster, gewoon op een dag dacht hij, ik koop een booster. Dat is trouwens zo'n ding, mensen met zo'n arm, volgens mij, dat gaat rond, toch? Ja, de ene keer koopt ze het weer en dan koopt ze wat anders. Dus het is gewoon een club die gewoon zorgt dat de kermis is. Deze man, jongen. Oh nee. Waar heb jij je rijbewijs gehaald? Is dat een speeltje voor jou? Of voor jou? Oké, we staan nu veilig. Nee! Dit is 100% jouw speelgoed. Nee, zeker niet, gast. Hier. Oh, wat doe jij eigenlijk allemaal? Ja, YouTube. Space is gestopt, hè? Space is gestopt. Ik ben druk met Team Mac en voor Tom. Ik ben aan het vloggen. Team Mac doe je ook, hè? Ja, het is voor Team Mac. Oh. Dank je dat dit voor Kortom was. Nee, dit is toch gewoon jouw YouTube-ding? Mac chicken. Nee. Ze hebben me een veggie gegeven. Deze vrouw heeft letterlijk op elk vlak gewoon gedaan waar ze fucking zin in had. Either way, is daar ook jouw acteren en zangambitie begonnen? Want de kermis is ook entertainment, toch? Iedereen is wel entertainment, maar totaal anders. Dus niet dat we allemaal met gitaar... Op welk moment dacht je van, ik heb het in me? Was ook je moeder of zo die zei van, hey, je hebt het nou, ik was op een gegeven moment, als ik Lego ging bouwen met vrienden, zeg maar, of neefjes, nichtjes, dan ging ik een stuk Lego afbreken, plakte ik een microfoon op mijn hoofd, ging ik optreden voor mijn familie, zeg maar. En toen op een gegeven moment zag mijn moeder, zeg maar, een auditie voorbij komen voor Bloed, Zweet en Tranen, zeg maar, mijn allereerste film. Ja. En daar heb ik een auditie voor gedaan en die film is echt sky high gaan in België en Nederland. Dus toen hebben andere regisseurs dat weer gezien. Wat hebben speelde je daar? Andreas de Kleine, zeg maar Andreas. Hier komt de review van Cordon. Ik ben echt benieuwd wat voor exposing hier nu gaat gebeuren. Jullie gaan het nooit verwachten. Deze man kan gewoon trompet spelen. We weten inderdaad bijna niemand. Wat een man. Muziek was mijn eerste liefde. Wie was je tweede? Chantal Jansen. Wil je grappig verhaal horen? Ja. Ik was vroeger fucking erg fan van Kimberly Ann. Heb jij waarschijnlijk niet eens meegemaakt? Jawel. Wel. En toen ging ik naar de musical van Hamelen en dan speelde ze in. En toen wilde ik maar op de foto daarna. En ik was allemaal op haar aan het wachten. En ze kwam maar niet. En toen kwam iemand vertellen van ja, want ze was de grote ster toen. Ze is via de achteruit aan ingang is ze al weggegaan. Mijn hele leven werd gewoon verpletterd daar. Ik dacht, nee, niet Kimberly Ann. Ik had je zo graag willen ontmoeten vandaag. Toen zei die vrouw, komt goed. Je moet met dat meisje daar op de foto gaan. Die gaat nog heel bekend worden. Wie is dat? Chantal Jansen, voor ze bekend was.
Maar nee, dat was geen foto, dat was een handtekening. What? Want toen de tijd hadden we nog geen mobieltjes. Dat is hoe lang geleden het is. Ja. Maar nu is Chantal Jans natuurlijk super bekend. Nu is ze super bekend, joh. Ik heb geen honger meer eigenlijk. Maar we gaan geen food wasten. Nee, geef het aan de kip hem. Dat is zo erg. Ja, maar echt een kannibaal. Is dat niet dierenmishandeling? Nee. Dus op een gegeven moment heb je je eerste auditie en je landt in een soort van kleine André Hazes blandje in die film. En dat was jouw entrance in de entertainmentwereld. Toen heb ik ook tegen moeder gezegd, mam, dit is wat ik wil. Je zei, dit vond ik leuk. Dit vind ik leuk, wil je me hiermee helpen? Mijn moeder is zeg maar altijd op drie plekken, zeg maar. Want ze heeft ook drie kinderen, dus ze probeert ons allemaal te veel aandacht te geven. Maar ze is wel altijd met mij naar Amsterdam en zo. Maar toen is het gewoon zeg maar gaan rollen. Toen kwam die rol binnen en die regisseur zei, oh, ik heb het gezien en wat was je goed? Wil je auditie doen voor wat dit? Goed. En wil je auditie doen voor dit? En allemaal zonder acteerles. Ja, en toen kwam ik bekende mensen tegen, zoals Jim. Nou, ja. Die gingen echt tegen heel veel mensen vertellen van, ja, hij is zo goed, je moet hem... En toen ging het zeg maar zo door en door. Ja. Nou, toen Jezus even nog erbovenop. Nou, dat had ik ook nog eens met geluk gewonnen. Ik heb gewoon heel veel geluk gehad ook. Ja. En heel erg de gunfactor. Maar ja, had je geluk of was je echt heel goed? Waarschijnlijk was je ook echt heel goed. Ja, ik durf dat nooit echt te zeggen over mezelf. Ik bedoel, als ze tevreden zijn en Jim Bakkum gaat tegen iedereen vertellen dat je het zo goed hebt gedaan. Jim Bakkum is echt, Jim als je het ziet, hij is echt mijn tweede vader, man. Mm. Ik krijg nog steeds appjes van hem. Ik was vroeger fan van hem. Ja? Met Idols 1. Toen was je nog niet geboren misschien. Nee. Op welk moment dacht je van, ik heb het gemaakt, nu kan het niet meer stuk? Ik heb hem niet gemaakt, man. Ik wil nog mijn eigen concert. Ik wil nog een eigen album uitbrengen. Ik zou heel graag internationaal willen. Ik heb nog zoveel. Iedereen, ik heb nog wel dromen, hoor. Ik heb nog echt nog niet bereikt wat ik wil bereiken. Zeker. Maar stel ik bereik dat niet, is het ook prima. Maar hoeveel je bereikt voor iemand van 15 en zegt crazy. Misschien hoeveel films heb je gespeeld? 8 in totaal. 8! Je bent 15! Dan wel echt wel goed. Dat is echt zo goed. Ja. Waar hoop je te staan als je 20 bent? Ik hoop dat ik dan wel al een... mijn eigen muziek heb mogen maken, want ik heb nu wel muziek uitgebracht, maar dat ja. is allemaal niet echt mijn stijl en wat ik wil. Ik wil graag Engelstalig, ik wil heel graag iets maken wat niet bestaat in Nederland. Ik hoop dat ik mijn eigen concert dan heb gehad. Jij bent daar natuurlijk ook bij. Waarom heb je dan niet de muziek gemaakt die je wil maken? Nou ja, het is niet dat ik niet mag maken wat ik wil maken, maar het is meer, ik ben er zelf nog niet klaar voor, omdat ik het nog niet durf of zo. Ik weet niet. Wat was het tofste optreden dat je nu ooit hebt gedaan? Polen. Ja, ziek hoor. Vol arena en gewoon daar oplopen en gewoon zelfs daar nog boven mensen te zien. Nee, weet je dat er 14 miljoen man naar je kijkt. Je werd getest, op een gegeven moment rennen dan echt 40 man op je af. Want die gaan je allemaal checken of je oortjes kiezen en je krijgt een microfoon. Dan hoor je op een gegeven moment echt allemaal die mensen klappen en stampen en zo. En dan loop je zeg maar dat podium op en dan boom. Dus je opeens een heel soort gat met duizenden mensen. Je had gerepeteerd met een lege zaal wel. Ja, ja. Gerepeteerd met een lege zaal, maar wel echt maanden gerepeteerd en getraind. En je conditie op peil houden en je dans goed oefenen en je zang goed. Want dansen en zingen is echt zo zwaar. Mm-hmm. Dat wordt echt onderschat. En ik had best wel veel dans en beweging in mijn nummer. Cause I only wanna dance with you. Hoe zou je jezelf omschrijven? Zeker, maar ook onzeker. Ja. Ja, moeilijk man. Hoe moet je jezelf omschrijven? Hoe denk je dat andere mensen jou zouden omschrijven? Mensen die jou heel goed kennen. Mensen die mij goed kennen vinden mij heel aardig. Ik heb hele droge humor. Ja. Ik ben ook soms wel een beetje lomp. Maar ook wel, ik ben wel slim, zeg lomp maar. Lomp en limburger. Ja. Ik ben wel heel volwassen, zeg maar. Ben je echt een familiemens? Ja. Ja? Ja, als je bij mij, zeg maar, je krijgt bij mij één kans, dan is het wel. Ja. Maar als je bij mij in mijn hart zit of je bent in mijn vriendengroep, dan ben ik ook wel echt voor je. Dus! Zie! Je hebt zoveel mogen doen en je hoopt natuurlijk aan je eigen muziek te gaan werken, maar ja. Wat wil je echt allemaal bereikt hebben over je 5 jaar, dat 20 jaar oud? Ben ik al 20, gast. Net zoals ik al zei, ik wil echt heel graag een eigen concert. Het hoeft helemaal niet groot te zijn, want dat ben ik juist helemaal. Nou, doe het hier bij de McDonald's. Ja, let's go! Nu. Let's go! Die gaan we van onze bucketlist afschrijven! Nee. Go! Oh ja, oh ja. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel heel blij dat de Nederlandse filmindustrie een beetje aan het veranderen is. Want het is wel echt, vroeger, als je kijkt naar die films, was het alleen maar hetzelfde. Alleen en maar iedereen speelde in alle films. Naaktseks en dat allemaal. Naaktseks? Nee, maar ze waren allemaal... Nee. Nu gaan ze ook wel meer doen met acties, zoals de Slag om Schelde en zo, weet je wel. Wel dat vet allemaal. Hoor. Dus ik hoop dat ik wel eens in zo'n film of zo mocht spelen. Dat lijkt me bad wel dik. En de liefde. Dat is iets wat jij heel privé houdt. Natuurlijk. Ja, ik geloof helemaal niet dat er niks... Je moet ook dingen privé houden. Maar ik geloof helemaal niet dat er niks speelt. Ah. Ah, die komt het lachje naar boven, hè? Ah. Ja. Nee, man, ik heb geen verkering meer. Nu niet. Ik moet meteen je... Wanneer had je verkering? De laatste keer dat ik het had, een half jaar geleden, zo'n jaar geleden. En niemand die het wist? Nee. Knap van je, man. Doe je goed? Wie was het? Kun je iets erover vertellen? Dat was gewoon iemand van mijn dorpje, gewoon. Ja? Gewoon bij mij uit Limburg. En... Gewoon niemand uit het vak. Hoe ontmoet? Via vriendenfeestje. Liefdesverdriet gehad?
Jawel. Ja? Ja. Maar dat kun je dan ook niet delen? Nee. Maar je kunt er wel een liedje over schrijven. Dat heb ik. Dat heb je gedaan. Ja, wacht. Ik kan jou wel, maar ik kan het niet. Ik kan het eigenlijk niet aan je kijkers laten zien. Nu heb je iets gezien wat niemand mag zien, hè? Shit! Maar dit zijn zeg maar van die dingen... Je weet dat ik fotografisch geheugen heb, hè? Ja. Ik had het daarvoor uitgezocht. Ja, hij doet het eigenlijk, mijn kijkers. Hij doet het gewoon in. Het staat hier onder de video. Ja. Nee, maar dat... Ja, dus ik maak daar wel... Ik stop dat dan wel weer in muziek. Ja, ja, ja. Dat is wel mijn uitlaatklep. Ben je wel vaak verdrietig ook? Verdrietig vaak? Nou, niet vaak. Maar ik heb wel eens... Dat ik een beetje niet goed in mijn vel zit. Waar komt het dan door? Ik heb veel bereikt en ik heb veel mogen doen. Daar ben ik ook heel trots op. Ik ben helemaal niet de grootste wereldster van heel Nederland of zo. Maar mensen hebben wel een mening over je. En die delen dat heel graag heel snel over het internet. En dat is soms wel dat ik denk van, het is wel jammer dat dat zo snel... Weet je wel, ik spreek ook, praat ook met veel mensen van dit wereldje die datzelfde hebben, zeg maar. Ja, dat is soms wel pittig. Ofzo. Dat mensen een mening hebben. Ja, of dat gemene dingen zijn. Ja, dat er gewoon een heel groot vergrootglas op je ligt. Ook op school voel je dat, met docenten. Zeg maar, overal voel je dat. Maar voor de rest ben ik altijd wel vrolijk hoor. Ik heb het altijd wel naar mijn zin. Ik doe hele vette, toffe dingen. Mijn moeder heeft ons ook opgevoed met: je hebt altijd je zussen en ons. En dan zijn er een paar kleine groepjes mensen, een handjevol. En dat was het. Vind je het lastig? Jawel. Ja. Vind ik wel moeilijk. Maar ik ben echt zo blessed met mijn vrienden en mijn neef. Maar nu lijk ik echt heel zielig of zo, hè? Nee, het valt wel mee. Ik ben niet zo vaak open zeg maar, met dit soort dingen. Want het wordt allemaal heel leuk en bubbelig gemaakt. En deze wereld wordt altijd helemaal leuk gemaakt. Zo. En tuurlijk, het is fucking leuk. En ik doe zoveel vette dingen. En ik heb eigenlijk bijna niks op te klagen. Ik heb jou fucking ontmoet. Weet je hoeveel mensen jou willen ontmoeten? Kijk, no offense. Maar snap wat ik bedoel? Je wil mij nou ontmoeten? Nee, veel. Denk je? Veel mensen, tuurlijk. Ik weet niet. Je bent een fucking bekend hier, toch? Echt wel. Ah, beetje. Ik ben toch niet bekender dan dat jij bent? Gast, maar ik ben blessed dat ik jou mag ontmoeten. Want jij bent gewoon BN'er, want je speelt 8 films. Ben ik BN'er? Ja. Nee man, ik ben mature. Jij bent meer BN'er dan dat ik ben. Ik ben mature. Dus eens kijken wat de kijkers aan jou te vragen hebben. Ja, zullen we dat eens doen? Damien Mathieu. Wie is Damien? Oh ja, Damien. Damien uit Unity. Je was Damien bijna vergeten volgens mij. Nee, Damien ben ik niet vergeten, zeker niet. Dat is een van mijn vriendinnetjes gewoon. Een vriendengroep. Gewoon. Oh. Je zit maar in het vak en die zit aan je zegt, nee. Weer die vraag, is zij een beetje gay? Nee jongens, sorry, voor alle homo's, ik ben niet gay. Maar ik vind jullie wel aardig. Ik moet jullie teleurstellen. Hoe ben je op het idee gekomen om mee te doen met Junior Song Festival? Nou, ik keek vroeger altijd naar het Junior Song Festival, maar het was het op tv nog. Dat was echt oldschool zeg maar, nu is het alleen maar op YouTube. Is het niet meer op tv? Nee, alleen de finale nog, de rest is allemaal op YouTube. Wat? Ja, omdat ze vinden dat, ik weet echt niet waarom. Maar ik wou meedoen met Max en Anne een jaar, maar toen dacht ik, nee, ik doe het toch maar niet of zo. En toen eigenlijk het jaar daarna, ja, wat kan het er kwaad eigenlijk? Ik ben maar één keer jong, ik ben nu 14, volgend jaar kan ik niet meer meedoen. Let's go. Dat kan maar tot zo'n leeftijd. En toen won je gewoon. Wat de hel? Zou je ooit mee willen doen aan het Songfestival, dus het grote mensen Songfestival? Ja. Het is heel moeilijk om daar tussen te komen volgens mij. En ik zou er alleen mee aan willen doen als je echt een goed nummer hebt en een goede act, zeg maar. En als je gaat kijken naar de geschiedenis van Nederland, no offense, maar sommige acts zijn er toch echt nergens op van. Was het niet een Indiaan of zo? Ik weet het echt niet. Hoe ziet je crush eruit? Hoe ziet mijn crush eruit? Nou, ik heb zeg maar niet echt met uiterlijk. Tuurlijk, je moet wel mooi zijn. En iedereen is mooi op zijn eigen manier, don't get me wrong. Maar ik vind wel dat je qua innerlijk vind ik het heel belangrijk als je een beetje tegen grapjes kunt. En een beetje tegen, als je tegen mij kunt, dan kan je sowieso tegen grapjes. En qua uiterlijk, ja, heb ik niet echt. Ja, lang haar vind ik wel mooi, blauwe ogen vind ik wel mooi. Vind je iemand leuk nu? Nee. Wat voor kleur onderbroek draag je nu? Zwart-wit. Zwart-wit. Wat heb je met Madelief? Die heeft in mijn nieuwe nummer, oké. Okay. Goed, eens op rug zit dit gast. Daar die komt in een stukje jongens in 3, 2, 1. Het is oké, na wat er is geweest. Ik ben het niet voor jou, jij bent het niet voor mij. Linkje aan Spotify staat hieronder. Thanks Rick, dat word ik helemaal. Nee, zij zat in mijn clip, zij was mijn ex daarin. En het liedje gaat erover, is wel interessant. Het is oké als het uitgaat en het is dan ook misschien oké om elkaar gewoon te waarderen en elkaars waarde te laten. Ja, niet gaan robbelen en zo. Daar gaat geen het bullshit. Ben je gevraagd voor de zomer van Zoe of heb je zelf auditie gedaan? Ik ben gevraagd voor de zomer van Zoe. En seizoen 2 wordt heet. Ben je al aan het filmen? Nee, we zijn net klaar. Het staat erop en ik heb moeten tongen met Joya. Oh, daar ging ook een vraag over. In de serie. Oh, met Tom. Echt een paar keer. Met Tom. Ja, ja. Vond je het leuk? Vond je het lekker? Dat vroegen eens mensen aan mij, maar het voelde best wel raar, want ik ken Joey al, want dat is dus het grappige. Ja. Ik ken Joey al sinds dat ik 8 ben of zo. In het begin dacht ik, het gaat heel raar zijn, heel awkward. Want ik had ook Jim geëffd van, gast, hoe moet je dat doen? Is er een bepaalde knop die je om moet zetten of zo? Maar als je dan op de set komt en je doet je outfit aan van je rol en je doet dan je tekst voor een camera, dan is het niet echt dat je denkt van, dan ben je gewoon professioneel bezig. Zeg maar. Wat was zijn advies?
Hij bespreekt altijd van tevoren doen we met ons zonder tong. Dat heb ik niet gedaan, omdat het, ja, het is kinderlijk, dus je kan sowieso niet helemaal full gaan, zeg maar. Matthee! Ik ga... Ik lees de hele tijd, je schrijft maar Charles als Matthee en ik, de hele tijd als ik het voorlees zeg ik het gewoon verkeerd. Wat is ja in het Frans? We are going on summer holiday. No more working for a week or two. Ik heb nog nooit zo'n chill interview gehad. Echt? Nee, serieus. Dat ben ik. Nou, dat vind ik echt lief. Nou jongens, zit er niks anders op dan afscheid van jullie te nemen. Wij vonden het heel gezellig. Nou, ik vond het heel gezellig. Ik vond het ook heel gezellig, man. Nou, laat hieronder vooral weten met wie ik het de volgende keer moet filmen. Klik hieronder even op de linkjes om Mathieu te volgen. Yes, en we zien je later. Dankjewel dat je er was. Geen probleem, man. Hai, later. Doei. Ciao.